Jeremy Seintje, gefeliciteerd met deze thuisoverwinning. Was wel even geleden. Ik vond de tweede helft heel veel beter dan de eerste helft. Ik weet niet of jij dat ook vindt. En heb je daar een verklaring voor waar het ineens zo goed ging? Ja, klopt. In de eerste helft hadden we een beetje moeite met hun spel. En de tweede helft hebben we dat gewoon met elkaar besproken en hebben we het beter opgepakt. En het liep goed af. Je maakte zelf een goal. Wat dacht je? Want ik dacht, hij moet hem gaan geven op Crescenzo. Maar je denkt, ik schiet maar lekker. Ja, klopt. Hij stond ook al vrij. Maar ik dacht, ja, als ik nu ga schieten, moet hij erin. En gelukkig ging hij erin. Ja, en heb jij een voorkeur sinds Zwart is gekomen? Jij vaak aan de linkerkant. Lijkt je ook goed af te gaan. Ook nog even in de spits gestaan vandaag. Maakt dat eigenlijk iets uit voor jou? Nee, maakt voor mij niet uit welke positie ik speel. Als ik maar speel. Nee, dat heb je echt geen voorkeur? Ik kan me voorstellen, zonder dat je daar iemand kwaad mee doet, dat je liever in de spits speelt of liever aan de linkerkant? Nee, links bij het rechts bij de spits maakt mij niet uit. Als ik speel, zorg ik gewoon dat ik die positie goed invul, zodat ik het team help en dan moet het wel goed komen. Ben je persoonlijk ook in deze wedstrijd gegroeid? Jawel. Ik moest eerst in het begin, wat ik al zei, ik moest ook aan hun spel wennen. En de tweede helft heb ik dat beter opgepakt en het liep beter af. Was dit de beste helft onder leiding van Claudio Braga van FC Dordrecht? Ja, wat ik al zeg, we spelen al een paar wedstrijden achter elkaar, goede wedstrijden en dit is daar ook eentje van. Je vond het niet bijzonder erboven uitschieten die tweede helft? Nee, de andere wedstrijden hebben dat ook, alleen maken we dan de kansen niet af. En nu maken we alle kansen af en dan zie je dat we de 3 punten houden. Inmiddels stapelen jouw doelpunten toch al op. Wat vind je van je persoonlijke ontwikkeling de laatste tijd? Ja, klopt. Ik vind zelf nog wel dat de doelpunten nog wel meer kunnen worden. Maar ja, nog 9 of 8 wedstrijden. Nog 9 wedstrijden te gaan en we zien wel hoe ver het gaat komen. Wat vind je zelf dat je gewoon steeds beter wordt hier in jouw rol? Ja, gewoon wat u net zegt, ik ontwikkel me steeds beter. En hoe zeg je dat? Ja, gewoon qua verdedigers, qua aanvallend werk van mij. Ik vind gewoon dat alles goed is. Het is waarschijnlijk ook niet onopgevallen gebleven bij de bondscoach van Curaçao. Ik zag van de week voorbij komen dat je bij de voorselectie zat. Hoe staat het daar inmiddels mee? Ja, ik ben niet meegenomen. Hij heeft andere jongens meegenomen. Maar ja, het is wel een mooie kans dat hij me heeft opgeroepen. Ja, ik kan me voorstellen dat het toch even teleurstellend is dat je niet gaat afreizen. Maar is het wel vooral gewoon een heel groot signaal dat jij in de voorselectie zat? Ja, voor mij was het wel een... ik vond het wel mooi dat hij me had opgebeld. Maar ja, volgende keer beter. Er komen nog meer wedstrijden aan. Want hoe zit dat? Droom jij van een interland carrière? Of was het een... hoe gaat zoiets dat je een telefoontje krijgt dat je in de voorselectie zit? Of hoe zijn die contacten? Ja, dat is natuurlijk wel heel spannend als je zo'n telefoontje krijgt. Want ze hebben natuurlijk in juni hebben ze een mooi toernooi. En voor een jonge speler als ik is dat wel mooi om zoiets mee te maken. Maar ja, dat is in de toekomst. Want heeft de bondscoach wel iets tegen jou gezegd over je ontwikkeling en richting dat toernooi in juni? Nee, over die toernooi in juni nog niet. Maar wel dat ik me steeds beter ontwikkel. Dus dat is wel goed.